Angkor Wat is het beroemdste tempelcomplex van Cambodja. Het werd in de 12e eeuw in de klassieke Khmer-stijl gebouwd door koning Suryavarman II en gewijd aan de hindoe-god Vishnu. Het complex diende als centrum van de staatsgodsdienst en als koninklijk bestuurscentrum. Het complex volgt een axiaal ontwerp naar een centrale tempel dat doet denken aan tempelcomplexen in het oude Griekenland en Rome. De centrale tempel in Angkor verbeeldt de berg Meru, woonplaats van de hindoe-goden. Veel van de architectuur gebruikt gladde blokken zandsteen die perfect op elkaar aansluiten, zonder het gebruik van mortel. Dit is zeer arbeidsintensief, maar toch werd het grootste deel van Angkor Wat binnen slechts 40 jaar gebouwd. Net zo opmerkelijk is de rijke decoratie over vrijwel het gehele oppervlak, met scènes uit hindoeïstische epen, zoals de Ramayana en de Mahabharata. Anders dan vergelijkbare tempels in Azië werd Angkor Wat nooit volledig verlaten. Eén reden is dat de brede grachten voorkwamen dat de jungle het gebied inlijfde. Het complex was vrijwel intact toen de eerste Europese ontdekkingsreizigers er arriveerden, te beginnen met de Portugees Antonio da Magdalena in de 16e eeuw. Hij werd in de 19e eeuw gevolgd door de Fransman Henri Mouhot. In 2007 concludeerden onderzoekers na uitvoerig wetenschappelijk onderzoek dat Angkor Wat ooit de grootste pre-industriële stad ter wereld is geweest.